In deze animatie wordt in 1 minuut het basisprincipe van de rots- en watermethode uitgelegd. Het doel van de rots- en watermethode is dat leerlingen zichzelf leren kennen en leren omgaan met de ander op een positieve manier. Dit gebeurt door fysieke training, reflectie op eigen gedrag en kringgesprekken. Rots staat voor eigen grenzen aan kunnen geven, doelgericht zijn en een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken en de grenzen van de ander te respecteren. Kinderen ontdekken om sterk te zijn in elke situatie die ze tegenkomen en maken de juiste keuzes in hun handelen. Rots en water vullen elkaar aan. En we zien positief gedrag bij kinderen wanneer rots en water in balans zijn. Kijk voor een verdere toelichting op www.rotsenwater.nl.